Peggy 18. Wacht heel even voor je gaat kijken. Zie je deze 18 hier zo? Deze 18 betekent dat mijn video niet geschikt is voor jouw publiek. Als je nog minderjarig bent of je weet niet wat dat betekent, vraag eerst even je ouders op toestemming. Heb je toestemming van je ouders of ben je 18 of ouder? Wens ik je uiteraard veel kijkplezier. Richard out en game on. Wat zal je leren jij? Wat zwaai je naar me? Stop daarmee. Dat is fucking eng. Alright, let's do this. Aflevering 7. Ik ga in deze aflevering ga ik... Ik had het aan het einde van de vorige aflevering al een beetje gezegd. Maar ik ga dus deze kluis in de West Office, die ga ik kraken. Want daar heb ik een code van. Ik ga daarna naar de derde verdieping om deze Explosive Barricade omver te knallen. Dus ik ga even twee codes uit mijn hoofd leren. Eerst deze, die van de kluis. Links 9, rechts 15, links 7. Links 9, rechts 15, links 7. Oké, okay. En deze voor de medal. Want die ligt, zit achter de barricade. Vrouwtje, boogje, slangie. Oké. Okay. Vrouwtje, boogje, slangie. Keep it memorized, Ries. Goed, Leon. Are you ready? Let's kick this motherfucker off. Goed, mensen. Welkom terug voor het vol van Resident Evil 2. Dit wordt aflevering 7. Yo, Marv. Was cool. Ik ga een kluis kraken, man. Hang in there. Het leuke van deze West Office is dat... Dat elke keer als ik via die deur naar binnen kom... Word ik door die slingers, dat welkom Leon... Word ik dan een beetje verwelkomd, zeg maar. Deze kluis, hè. Dit is de... Volgens mij de enige kluis die ik heb gezien so far met een naam erop. Jojo staat er. Ik weet niet of het een easter egg is. Het zou zo kunnen. Het is maar goed dat ik deze zombie de vorige keer heb uitgeschakeld. Want... Hij ligt echt vlak voor die kluis waar ik nu naar probeer te backtracken. Je ziet wel echt aan zijn rug. Kijk hoor, links 9, rechts 15. Je ziet echt aan de rug van die zombie dat ik hem helemaal gort gesneden heb met combat knife. Zit erin een wapen? Dat is nog veel beter dan een wapen. Echt, ik hou van inventory space. Ik heb nu 12 slots. Waaronder 1/3 gewoon helemaal vrij voor deze aflevering. Ik ga nu deze naar boven om deze explosive detonator te gebruiken op die barricade. So far gaat de playthrough trouwens best goed. Want ik ben nog helemaal niet afgegaan so far. En dat is iets heel anders dan wat ik zie van al die andere spelers die dit spel aan het spelen zijn op YouTube. Die gaan... Diverse keren dood aan, weet ik het wat allemaal. Dus, maar de vorige aflevering was het wel echt kantje boord. Ik was, ging toen bijna de pijp uit. Ik kwam ook voor het eerst een likker tegen. En die beesten zijn scary en sterk als de motherfucker. En die, dat beest had me bijna vermoord. I kid you not. Ik was even vergeten dat het lijk hier aan het plafond hing. A scary motherfucker. Schrok bijna voor de tweede keer van je. Maar goed, ik moet even een barricade om zeep helpen. Plak ik deze hierop. En dan druk ik op play. And then we wait. Of beter neem ik even wat distance ook trouwens. Want anders dan is die muur niet het enige wat straks onver ligt. Zo ja. De wat? Wat was dat voor geluid? Maakte jij dat geluid? Ligt die kast nou ver? Ik denk dat door die explosies gebeurt, denk ik. Was jij het? Vind je dat normaal? Beter til ik die kast even overeind, want... Dat geluid wat ik net hoorde, dat beviel me niks. Beter heb ik mijn ontsnappingsroute alvast klaarstaan. Even kijken of ook de deur wel normaal open kan. Want anders dan... Oké, ja. Wil je het zien, heb ik straks eens achter me aan. En dan kan ik hem niet ontsnappen. Ik hou je in de gaten, jij lelijke motherfucker.
Goed, even kijken of er verder nog andere dingen trouwens onver zijn gedonderd tijdens die explosie. Want dan zul je net zien of kapot zijn gegaan. Dat je iets kan looten, weet ik. You never know. Zoals dit plafond. Zat dit gat al in het plafond? De vorige keer bevalt me niks. Het is net zoiets als die zombie die ook bijna naar beneden komt gezet. Die zit ook vast in zo'n soort gat. Maar goed, ik ga even snel die medaille uit dat standbeeld rukken en dan... What the fuck hoor ik nou hier? Is nou serieus die zombie naar beneden? Wat hoor ik allemaal om me heen, man? Teringherrie. Onder me, achter me, boven me. Maar één van die herrie was die zombie die naar beneden was gezet. Kijk, daar is die. What the fuck, man? Hij had me al die tijd gewoon voor de gek gehouden. Son of a bitch. Dat was al die tijd neppy. Ik ga je nog wel even snijden. Met de... Oh, nee. Met de combat knife, alsjeblieft. Want... Hoorde ik bijna flash grenade op die zombie. Dat moet je natuurlijk ook niet hebben. Goed. Dat zal je leren, jij. Wat zwaai je naar me? Stop daarmee. Dat is fucking eng. Heb ik hem uitgeschakeld en dan gaat hij naar me zwaaien. Dan maak je me gek, hoor. Als zombies dat gaan doen. Goed, deze lijken, die lagen hier al. Daar had ik ook nog een briefje over gelezen of zo, wat hier geloof ik over ging. Dat was ook heel erg disturbing. Maar het had geen afzender, dus dat maakt het een beetje moeilijk om te vatten. Maar goed, ik ga die medaille uit dat apparaat halen. Goed, het was vrouwtje, boogje. Ze zijn een beetje vervaagd, deze. Ik kan het nog net aan lezen. En een slang. Yes. De laatste medal. Nice. Ik krijg ook andere objectives, geloof ik. Kijk, die dingen zien er altijd fucking mooi uit. Vind ik. Ik zei hem dan alles, maar... Oh, kijk, op de achterkant staan ook de leeuw en de unicorn van de andere twee medailles. Gaaf. Leuke details. Goed. Laat ik me maar eens gaan focussen op mijn nieuwe objective. Die golden statue opzoeken. Medal erin pleuren. En get the fuck out. Nee. Meen je niet. Jij fucking kutbeest. Moet laden. Aan de kant. Ja, fucking pro gedorst. Nu ga je het krijgen, kutbeest. Nee. Wacht, hier. Take this. Zo deed ik het de vorige keer ook. Alleen dit keer zal ik het fucking afmaken met jou. Alsjeblieft. Jij vuile fucking klootzak. En ik wist dat er iets was. Dat beest maakte al die enge teringgeluiden van net. Even mijn gun laden trouwens. Voor als er nog iets komt. Nou, check die rode lamp op mijn controller. Dat viel me de vorige keer ook op toen ik deze was. Dat je controller... Die lamp op mijn PlayStation 4 controller. Ik wist dat er wel wat was met gat in het plafond. Nou, get the fuck out of here. Ik ben gewoon weer in deze naar zo'n encounter met zo'n kutbeest. Even kijken hoor. Ja, ik neem de ladder eens voor de verandering. Het is echt gaaf dat de lamp op je controller... Die past zich aan afhankelijk van je status. En die is dus rood geworden omdat ik nu in danger ben. Echt fucking gaaf detail. Marvin! Ik heb de medal! Kick its ass! Was een piece of cake, man. No sweat. Die beesten zijn fucking gevaarlijk. Even niet normaal. Ze slaan je echt gewoon in een paar klappen gewoon kapot. En ze zuigen ammo. Ik heb ook veel te veel shotgun shells vernacheld aan een kutbeest. Oké. Get the fuck out of here. Was ook echt... Ik kon dat beest ook niet ontwijken ook, geloof ik. Die kwam daar sowieso naar beneden gezet. Oh, kijk, een cutscene. Elke keer als er een cutscene komt, dan komt er wat progress in de game. Dus dat is cool. Goes underground. Huh. That's it. That's our way out. Lieutenant Branna! Marvin! It's time to go. Hey, Marvin.
We need to get you to a hospital right now. No, no, I... Save yourself. Come on, I've got you. Go! Look, we can still make it out of here together. Just give me... It's too late. I tried, Leon. But I couldn't stop it. We can't let this thing spread. It's on you now. Just go! I understand. Level 2. Level 2. Ik had hem denk ik wel even moeten saven en mezelf even moeten healen, denk ik. Voordat ik deze cutscene ging openmaken. Oh my god, dan kan ik niet meer terug. Dat meen je niet. I won't let you down, Marvin. Nee. Echt, als ik niet terug kan, hè. Dan ben ik fucking de lul. Laat kijken waar ik ben trouwens. Oh, wel fijn dat automatisch het licht aangaat. Want lampen zijn mijn grote vrienden in dit spel. Dat heb ik geloof ik ook al vaker gezegd tijdens de let's play. Het ziet er wel mooi uit hier allemaal. Want wat is dit? Heb ik hier voor de valve nodig? Om dat open te maken? Ik ga me niet vertellen dat ik hier fucking opgesloten zit, hè? Nee, ik kan gewoon niet terug. Nee. Marvin! Marvin! Doe de deur open voor me, alsjeblieft. Marvin, help. Ik ben praktisch gezien nog in ergere staat dan jij, man. Ik ben fucking de lul. I fucked myself. Ik had me moeten healen. Voor de cutscene. Oh, wacht. Hier is gewoon een storage box. Nou ja, daar kom je goed mee weg, Ries. Voor deze keer. Leon, ik ga je healen met de first aid spray die ik heb gevonden in de Stars office op Rebecca Chambers' desk. Het spijt me dat ik je wederom weer deze situatie heb gebracht. Nu is de lamp op mijn controller trouwens groen geworden. Echt vet gaaf detail van PlayStation 4. Dat ze dat erin hebben gestopt. Volgens mij heb ik dat ook met andere games gehad. Kijk hoor, die Green Herb. Heb ik daar genoeg aan als healing? Nou ja, ik hou het nog even bij die Herb. Gunpowder. Wacht. Ja, ik ga wel andere gunpowder uithalen. Want ik heb niet genoeg ammo om de Matilda te reloaden. Dus ik ga gewoon voor de eerste keer even gunpowder combinen. Ook gewoon een keertje gedaan. Kijk, nu heb ik genoeg om de Matilda te reloaden. Dan voel ik me in ieder geval wel een stukje veiliger. Shotgun shells. Oh kijk, dit is gewoon een schaalmodel van de police station. Dat is wel gaaf dat dit staat in deze office. Dus de westkant heeft 3 verdiepingen. Dat kan je nu heel goed zien. De oostkant maar 2. De westkant heeft ook die kloktower waar ik nog niet geweest ben. En hier zo sta ik, als het goed is. Maar dan een stukje daaronder. Zeg maar onder de police station sta ik nu eigenlijk. Goed. Het ziet er wel allemaal heel mooi uit hier zo in deze office. Kijk, de unicorn en de lion. Ik wist alleen nog de maiden als standbeeldje. En typewriter. Zal ik hem saven of zal ik gewoon verder gaan? Nou, weet je, in het kader van gevoel voor avontuur ga ik gewoon verder. Zolang ben ik nou ook weer niet bezig. Waar gaat deze lift heen? Even het boekje van Elliot erbij halen. Die 11 staat wel op. Elevator staat wel op zijn boekje aangegeven. Het gaat rechtstreeks naar question mark. Oké, Leon. We gaan met de lift naar question mark. Is question mark level 2? Only one way to find out. Misschien had ik trouwens toch even moeten saven in ieder geval. Of even wat meer healing. Het is wel heel erg donker hier. Pak je zaklamp er maar bij, Leon. Want anders dan... Hallo? Oh? Is daar iemand? Wat? Ik zie daar een herb. Oh nee, dat is gewoon een tuinslang. Nevermind. Goed. Kijken wat hier beneden... Wat ik hier... Are you kidding me? Wat? Gaat me niet vertellen dat het... Nee.
Ik ben toch niet opgesloten hier zo in deze kelder, hè? Nevermind. Dus, ik was even bang dat ik... anders kon ik niet terug naar de typewriter. En ook niet terug naar de kist. Dan word ik wel bang. Ook als het zo donker is. Een plek waar ik nog niet ben geweest. Ik heb maar één urp in mijn inventory. En deuren die op slot zitten. Waar ben ik trouwens überhaupt? Underground stairs. Underground facility ben ik. Oké. Nou, hier kan ik in ieder geval niet heen. Wat is dat? Hier heb ik ook iets voor nodig. Een soort sleutel om dit open te maken. Er zit iets in. Ik denk een wapen. Volgens mij zit er gewoon een machine gun in. Special weapons case. Holy shit. Dat moeten we echt open zien te krijgen. En hier. Balletje. Oh nee, dat is geen balletje. Dat wil je niet naar je hond gooien tijdens het uitlaten. Maar wel fijn dat ik weer een subweapon heb gevonden. Want ik heb mijn flashgrenade natuurlijk gebruikt op de likker. Toen ik de flashgrenade ging inspecten, toen stond er echt zo'n hele gebruiksaanwijzing op de granaat. Van hoe je hem moest gebruiken. Bij deze handgranaat niet. Met andere woorden van... alsof het spel tegen je wilt zeggen van... Als je niet weet hoe je deze moet gebruiken... Gebruik hem dan maar gewoon niet. Je scrap. Oké, dat is, kan ik alleen nog maar deze kant op. Dus so be it. Ik ben benieuwd wat ik dan hier... What the F? What the... Wat is... Daar is hij. Daar... Pardon. Daar liep hij wat. Word ik gelijk weer tering zenuwachtig. Oh god. We zijn niet alleen, Leon. Daar liep iemand. Of iets. Volgens mij was het gewoon een persoon. Misschien is... een andere overlevende. Dan moet ik hem eigenlijk... deze powerbanks wil ik wel fucking hard hebben voor Pokémon Go eigenlijk. Oké, dus dit is de underground facility, hè? Best wel een beetje stomie. Oh kijk, daar is dus een ladder. Dan kan ik denk ik met deze shit naar beneden brengen. Dan kan ik hier zo dus naar beneden. Denk ik. Hier zo is een platform. Oh, om daar te komen moet ik dit daar inschuiven, denk ik. Misschien is daar dan een control panel daarvoor. Of daar. Maar ik denk daar. Dan kan ik zo en dan kan ik een brug maken. Wacht, hold on. Ik kan eventueel ook nog hierheen. Of niet. Het zijn gasflessen, dus misschien kan ik die gewoon veilige afstand... Oké, nevermind. Het was te proberen, ja toch. Wat vind ik hier verder allemaal nog beneden? Oh, check. Handgun ammo. Ja, daar heb ik wel een keen eye voor trouwens inmiddels. Om van een distance items te spotten. Is er nog hier meer hier beneden? Oh ja, ja. Een green herb. Check. En aangezien ik maar één green herb in mijn inventory heb, ga ik wel even daar naar beneden om die te pakken sowieso. Oké, dus ik moet die brug maken. En dan ga ik dan dus zo eerst naar beneden. Maar dan moet ik dus uiteindelijk dus deze kant op. Check. Even die kast aan de kant gooien. En dan naar beneden en ook even kijken wat ik daar nog meer kan vinden. Holy shit. Nee. Wat meen je niet? Was dit wat ik zag lopen net? Ik had healing mee moeten nemen. Ik had hem moeten saven. Ik ben fucking de lul. Ik had het niet verwacht. Holy shit, je hebt wel je laatste paar chemo-afspraken gemist, gozer. Wat is er? Heb je last van je hoofd? Vind je het vast niet leuk als ik dit doe? Holy shit, hij vindt het echt niet leuk als ik dat doe. Oké. Ik heb alvast een effectieve manier gevonden om te dealen met deze gast. Ik moet wel raak schieten. Oh ja? You wanna do this? Oké. Have it your way, bozo.
Relief Combat. Ja, ik heb hem gestaggerd. Nice. Nee, ik heb hem niet gestaggerd. Hij gaat naar fase 2. Holy shit. Get the fuck away. Ja, weet je wat? Ik ga deze granaat equippen. En als die moeilijk gaat doen, dan douw ik het ding gewoon fucking in zijn... Nee! Ja, douw het in zijn bek. Lekker voor je. Dat krijg je ervan als je mij... Hier, shotgun time. Het gaat eigenlijk niet echt helemaal goed. Nee! Hij gaat mijn hoofd fijn knijpen. Hier, traf voor je ballen. Oké. Okay. Hier, schot in je hoofd. Schot voor je bek. En wegrennen. Oké, kunt laden tijdens het rennen. Oeh, die gast is best sterk. Hey, dat is de plek die ik zag van boven. Hier ligt die green herb. En daar zo ligt die handgun ammo. Ja, nice. Oké, ik moet even uit de buurt blijven van die gast. Want ik moet een plek vinden om mezelf te healen. En what the fuck, gaat hij nou alweer transformeren? Oké, wat ligt hier? Handgun ammo. En een granaat. Oh, die ga ik straks voor zijn bek gooien sowieso. Waar is die? Hij loopt echt de boel helemaal aan goor te slaan daar zo in de verte, geloof ik. Yes! Dat is precies wat ik nodig had. Dan combine ik dit met dit. En dan... Yes! Oké. Dan ben ik straks helemaal klaar om te grazen te nemen. Equip ik die granaat. Pak ik deze. Holy shit. Hij stond vlak achter me, die gast. Even wat distance. Dit is wel distance genoeg. Oh nee, dat is nog geen distance genoeg. Get the fuck away. Get the fuck away. Je schot in je oogbal. Get the fuck away. Shit. Dat zet ik je fucking betaald. Hier, weet je wat? Weet je wat? Hier. Gooi deze naar je. En dan blijf ik fucking net zo lang op je schieten totdat je fucking dood bent, klootzak. Ja. Was dat het? Please zeg maar dat dat was. Phew. Get wrecked, motherfucker. Nice. Somebody's watching me. No shit, ladders die komen niet uit zichzelf naar beneden. Hij is hier maar naar beneden getiefd, dat monster. Wat was dat? Holy shit, Leo. Jij zit echt helemaal onder de stront, man. In ene. Misschien omdat hij me had gegrepen. Ja, ik ga met die ladder ga ik... Maar iemand heeft die ladder laten zakken. Kan niet anders. Marvin? Marvin, ben jij daar? I knew you got my back. Ik weet niet of het Marvin was trouwens. Want die gast die... Wat vind ik hier? Poeier. Ja, poeier. Echt, ik stond eerst daar zo aan die kant. En ben ik met die gast ben ik dan daar zo naar beneden gedonderd. Holy shit, dus ik... Ik had niet verwacht dat ik een boss fight zou krijgen eigenlijk. Hier, ja, hij is gewoon hier zo naar beneden getiefd. En toen stond hij opeens voor me. Toen begon gewoon een fucking boss fight. Holy shit. Wat was het? Hij had al... Oh, hier is een herb. Hij had al lapjas, dus hij leek een beetje op een soort van professor eigenlijk. Ja, ik moet dit ding moet ik daar zo inschuiven. Moet ik daarboven... Ik moet me trouwens ook even healen. Ja, duw ik dit in mijn bek. Kijk, en dan is mijn controller weer groen, zie je. Dus dan ben ik weer een heel stuk geruststellender eigenlijk. Goed. Hier moet een of ander mechanisme zijn, denk ik. Ja, dit. Dit zou het moeten doen. Dat plateau in... kan ik mezelf een doorgang maken. Hoop ik. Beter dan dat er een luik onder me open gaat in ene en dat ik naar beneden pleur. Naar dat gedrocht dat ik dan nog een keer tegen dat monster moet vechten. Een soort van tweede ronde. Oké. Ik heb mezelf een doorgang gecreëerd. Alleen, ik kan nu dus niet meer backtracken. Dus ik kan ook niet terug naar die lift.
En ik kan dan ook niet terug naar de box en de typewriter. Dat is wel een beetje kut, want ik heb net niet bij die typewriter gesaved, dus... Misschien dat ik dat toch wel moeten doen. Het was wel een... Oh, hier is gewoon een storage box. Dat is mooi. En ook een typewriter. Dat komt er eigenlijk wel goed uit. Dus en dan heb je weer mazzel mee, Ries. Oeh, yes! Inventory. Deze dingen, daar kan ik er niet genoeg van krijgen. Nou ja, alhoewel, ik denk dat ik nu best wel goed zit met inventory, trouwens. Dus, ladder. Waar zou dit nou... Dit gaat alweer naar boven. Even het boekje kijken van Elliot, waar dit naartoe gaat. Oh, deze ladder staat ook in zijn boekje. Deze gaat naar parking. Naar een soort van parkeergarage dan, denk ik. Oké, dan ben ik dus al bijna ontsnapt uit deze hel. Maar dat ga ik de volgende keer doen, want ik ben al best wel lang bezig. Dus ik ga hem saven en dan ga ik de video beëindigen. En holy shit, Leo, jij zit wel echt helemaal onder de stront ineens. Ik denk dat dat komt omdat dat monster me een paar keer heeft vastgegrepen. Want hij heeft ook een paar van die moddervegel op zijn kanen zitten hier. Zo. Goed. Ik vond het wel een gave bossfight. En ik denk dat ik het er ook best wel goed vanaf heb gebracht trouwens. Hij had me wel op danger, dus hij had me eigenlijk wel bijna. Maar toen ik eenmaal weet je, met verstand begon te vechten en op afstand bleef, toen ging het goed. Ik heb wel alle twee mijn granaten erop gebruikt. Dat deed geloof ik wel hele goede damage trouwens op dat monster. Goed. Mensen, ik ga de video beëindigen. Ik dank jullie hartelijk voor het kijken. En ik zie jullie weer in de volgende video van Resident Evil 2. Richard out.